De start is gevallen. Paarden zijn weg. In het midden van de baan heeft Dream G Bus een goede start. Aan de binnenkant daarnaast LK de Puy. En aan de relingzijde ligt Danny de Dubbel er ook bij met Bikini de Larcie. Favoriet op plaats 6 de bocht in. Daar gaan de deelnemers nu indraaien in die bocht. En daar leidt André Bakker met LK de Puy. Buitenkant daarnaast komt Dream G Bus naar voren. Daarachteraan gaat Henk Grift mee naar voren met Epique du Loir. En vierde aan de relingzijde is Bikini de Larcie. Vijfde plaats voor de favoriet in het tweede spoor, Dito Quick. En zesde aan de relingzijde Falcao Boco. Daarachter volgt in het tweede spoor dan Brio de Janeiro. Die volgt de favoriet. Galoppade daar van de deelnemer die daar lag, Epique du Loir. Epique du Loir ging kort van de benen. Sven Hoste kijkt even opzij of hij weer terugkomt. Maar voorlopig niet. 15-3 was de opening. En Dito Quick gaat nu door naar de leiding met nog twee ronden te gaan. Daar komt ook Epique du Loir weer in beeld. Paarden gaan de volgende ronde in. En de leiding wordt daarover genomen door Dito Quick. Dream G Bus op plaats 2. Derde plek aan de relingzijde daarachter is voor LK de Puy. En aan de buitenkant van LK de Puy komt nu naar voren Brio de Janeiro. Brio de Janeiro valt de favoriet aan. Eens kijken wat Sven Hoste gaat doen. Of hij de leiding afstaat of dat hij mee gaat rijden. Het lijkt op afstaan, want aan de buitenzijde is Brio de Janeiro er nu iets voorbij. Het gaat wel mee aan de binnenkant. Dito Quick valt gelijk een gaatje naar Dream G Bus. Maar de nieuwe leider is wel degelijk Brio de Janeiro. Brio de Janeiro, Dito Quick. 16-3 de tussentijd. De eerste kilometer gaat 16. Dan valt er een gaatje naar Dream G Bus. Daarachter aan de relingzijde LK de Puy. De buitenkant gaat nu een deelnemer 3 dik naar voren. Deelnemer die graag terrein goed wil maken en dat is Epique du Loir. Epique du Loir na die galoppade laat weer wat snelheid zien. En zo gaan de deelnemers de volgende bocht door en komen ze in de rechte lijn voor de tribune. Met straks nog één ronde te gaan. Brio de Janeiro, daarachter Sven Hoste die ook maar naar het tweede spoor gaat. Onder het motto als ik daar blijf zitten zit ik misschien straks vast. Dat zal misschien wel meevallen, maar dat risico wil hij niet lopen. Dito Quick naar het tweede spoor, Epique du Loir. Driedik komt aan de buitenkant nu naar voren, Canon de la Douce. Tweedik is dat, want aan de binnenkant wordt plek gemaakt. En zo schuift het veld wat in elkaar voor de tribune met nog één ronde te gaan. Tussentijd 18-5. Brio de Janeiro leidt. Tweede plek erachter Dito Quick. Derde is Epique du Loir. Vierde aan de buitenkant Canon de la Douce. Vijfde aan de relingzijde Anne Leeman met Dream G Bus. Daarachter in het tweede spoor Falcao Boco. En aan de relingzijde LK de Puy. En de laatste plaats is voorlopig voor Bikini de Larcie. Paarden ronden de runnersbocht en gaan de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. En je ziet dat het tempo omhoog gaat, want er vallen gaten in het veld. Leider is nog altijd dezelfde, Brio de Janeiro. En die probeert er een krachttoer van te maken. Eens kijken of die Dito Quick kwijt kan raken, maar dat lukt niet. Alle andere paarden wel, maar niet Dito Quick. Paarden zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Brio de Janeiro, Dito Quick. Dan een groot gapend gat naar Epique du Loir. Daarachter zit vast aan de binnenkant Dream G Bus. 15-6 de tussentijd. Paarden gaan de laatste bocht in. Wacht eens op de genadestoot van de favoriet, als die er nog gaat komen. Maar dat lijkt er wel op, want hij gaat precies halverwege de Tjada-bocht naar het tweede spoor. Maar Bakker aan de binnenkant heeft nog wat achter de hand. Brio de Janeiro en Dito Quick met z'n tweeën. Die komen zometeen naast elkaar de laatste rechte lijn in. Brio de Janeiro, Dito Quick. En daarachter Epique du Loir nog op plek 3. Zijn in de laatste rechte lijn, daar komt Dito Quick aan de buitenzijde. Kan zijn laatste koers in de bronzen klasse zijn als hij dit wint. Aan de relingzijde Brio de Janeiro, buitenkant Dito Quick. Nog altijd Brio de Janeiro, Dito Quick op weg naar de streep. Brio de Janeiro heeft een lengte en houdt daar precies een halve lengte van over. Dito Quick wordt tweede. Laatste tussentijd ging in de 12 en de tijd voor de winnaar 15-6. Derde aankomende Dream G Bus.